We zijn in Amsterdam-Noord en ik sta hier met Marije Zuurveld. Hallo. Marije, jij bent je wilde haar nog niet verloren. Nee, nog niet, maar ze gaan wel heel wild vandaag. Het waait lekker vandaag, hè? Marije Zuurveld, ben je nu Instagrammer, ben je YouTuber of influencer? Als ik één ding moet kiezen, denk ik dat ik influencer ben. We doen de laatste en ik ben heel benieuwd hoe eerlijk je gaat antwoorden. Ja. De laatste keer dat je trots was op je eigen werk. Ik heb afgelopen jaar de Video Award gewonnen voor beste vrouwelijke YouTuber. Maar ik moet ook wel zeggen dat als ik gewoon weer een video upload en dan wordt lekker bekeken, denk ik toch alweer yes. Wat is je record eigenlijk? Ik denk dat mijn meest bekeken video wel over de miljoen zit nu. Over de miljoen. De laatste video die je hebt verwijderd van je YouTube-kanaal. Oh, dat doe ik niet. Nee. Nooit gebeurd? Nee, nou heel lang geleden toen ik zeg maar in het begin video's uploadde. En dan achteraf dacht ik, oh shit, weet je wel, gaan mijn klasgenoten naar kijken. Want ik zat toen nu bij school. Ja. Dus dat is echt alweer 3-4 jaar geleden. Ik denk dan. De laatste keer dat je last had van FOMO, fear of missing out. Ik denk ik zat laatst voor een opdracht in Londen. Dus denk een maandje geleden. En toen gingen mijn vrienden allemaal uit en toen dacht ik, ah shit. Zit ik hier? Zit ik hier in mijn eentje in Londen. De laatste keer dat er iets fout ging tijdens de opnames van je video. Ik heb wel eens gehad dat ik in een lift ging filmen. En dan kwamen er mensen de lift in. Dat is heel ongemakkelijk. In principe alles wat fout gaat, dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik laat het er wel in zitten. Het is gewoon één grote blooper. Ja, gewoon aan het begin of aan het eind van de video gewoon blooper. De laatste keer dat je hebt gezoend? Week geleden. Bijna een minuutje geleden. Nee, een week geleden. Week geleden? Ik heb mijn vriend een week niet gezien. Oh, wauw, een week niet gezoend. Ja. Heftig is dat. De laatste roddel die je over jezelf gehoord hebt. Ik had gisteren toevallig met heel veel kinderen opnames. En die waren allemaal echt heel erg overtuigd van het feit dat ik een relatie zou hebben met mijn huisgenoot. Maar hij is gay, dus dat kan niet echt. Want je woont wel samen met een man. Ja, en er waren er ook weer allemaal vragen over. Maar dan denk ik, ja, weet je, je kan ook gewoon samenwonen met andere studenten. Weet je, is niks mis mee. Ja, maar ik snap de verwarring wel. Ja, dus dat was wel onder hun een roddel. De laatste keer dat je hard ging? Nee, ik ga niet zo vaak hard. Gebruik je drugs? Nee, eigenlijk bijna nooit. Nee, Nee, ik word daar altijd een beetje narig van. Want ik ben echt zo'n control freak en dat durf ik gewoon niet. Nee. Ik denk dan ga ik dingen zien of dan weet ik niet meer maar wat ik Maar wel een borreltje op z'n tijd. Een borreltje op z'n tijd is zeker goed, ja. De laatste keer dat je jaloers was op een andere YouTuber. Ja, ik ben dus niet zo'n heel erg jaloers type, durf ik wel bijna te zeggen. Want ik heb al eerder gezegd dat je best wel hard gaat op het aantal views. Er zijn waarschijnlijk YouTubers die meer views Tuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb bijvoorbeeld een maandje niet geüpload. En ja, dan zie je mijn huisgenoot en die is lekker aan het uploaden. En dan denk ik, oh shit, dat wil ik ook. Ben je toch een beetje jaloers? Ja, toch een klein beetje. De laatste keer dat je zonder make-up over straat ging? Zondag. Zondag is zonder make-up dag? Ja, nou in principe als ik niet op beeld hoef, dan heb ik geen make-up op. Wat was de laatste keer dat je een nacht door hebt gehaald? Ik denk toen ik naar LA ging en dan de terugvlucht. Of het was de heenvlucht. Zo, dat is echt het minste rock'n'roll wat ik ooit gehoord heb. Saai, hè? Een nacht doorgehaald omdat je een nachtvlucht had. Ja. Wat saai. De laatste keer dat je heel veel geld hebt uitgegeven? Ik denk dat dat afgelopen zaterdag was. Aankleding? Deze. Wauw. Schoentjes. Dat zijn goede sneakers inderdaad. Ja, die zijn leuk, hè? Die gaan wel over de 200 euro, denk ik, of niet? Ja. De laatste keer dat er iets gênants gebeurde in bed, Marije. Er komt één ding in me op. Ja, vertel maar. Maar ik weet niet of ik dat mag vertellen. Ja, we stoppen de camera wel even. Vertel maar nu. De camera is nu uit. Het had te maken met in slaap gevallen. Tijdens? De seks. Jij of hij? Nee, hij. Maar we waren heel... We hadden een leuke bol achter de rug, laat ik het zo zeggen. De laatste keer dat je een pikante foto van jezelf hebt verstuurd? Niet. Niet? Niet afgelopen week, want je hebt je vriend al een week niet gezien. Nee. Dat je over denkt, schatje... Zeker niet. Nee, ik doe echt niet aan pikante foto's. Je bent bang dat het online komt. Ja, maar ik ben een keer gehackt en toen dacht ik echt van... Halleluja dat ik niks raars op mijn telefoon heb staan of iets in die richting. De laatste emoticon die je hebt gebruikt? Ik denk eigenlijk dat het altijd gewoon die lach van het huilen is. Wie met het traantje zo? Hoe doe je dat? Ja, ik ken het niet. Hoe doe je dat? Ja, nee. Of het vuurtje, maar ik heb ook heel vaak zeg maar die glittertjes. Die glittertjes? Die drie sterretjes, soort van gekke... Ja. Dat is wel echt een meisjes emoticon, is dat, hè? Weet je, dan maakt het zo sparkling. Ja. Zullen we sparkling eindigen? Vond je deze video leuk? Laat het even weten in de comments. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op 538+, want dan mis je helemaal niks meer. Goed gedaan. Dankjewel.